We staan hier dus op een soort parkje, wat het tweede kerkhof van Borger is geweest. Na 1830 in gebruik genomen. Het is geruimd. En het enige waarvoor het nu nog gebruikt wordt, is dat het plaats biedt aan onze oorlogsmonumenten. Een drietal. Het monument links is van het KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, van 1940 tot 1945. Het monument rechts is van de Koninklijke Landmacht, 1945 tot 1950. En in het midden zien we het grotere monument, slachtoffers, verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog uit onze plaats. Elk jaar op 4 mei vindt hier nog een herdenking plaats.